Museum Jan van der Togt in Amstelveen is veranderd in een bloemenzee. Ter nagedachtenis aan de ramp met vlucht MH17 vrijdag, precies een jaar geleden. Er is ook een schilderij gemaakt. En in dat doek zijn bloemen verwerkt die zijn meegebracht door journalisten die in Oekraïne zijn geweest. Cameraman Joris Hentena hoorde dat een van zijn goede vrienden was omgekomen. En besloot toen op de rampplek bloemen te plukken. Het vliegtuig bleek in een immens zonnebloemenveld te zijn neergestort. En hij wilde zonnebloemen meenemen voor de nabestaanden van Rijn. Voor de moeder van Rijn die hij goed kende. Maar ja, bloemen verwelken. Hij wist niet wanneer hij nou terug moest komen. Dus iedere dag gingen ze nieuwe bloemen plukken. Ja, op het zonnebloemenveld. Nou, dit zonnebloemenveld zie je een soort reproductie van. Ik had alleen bloemen. En ja, gaandeweg het ontwikkelproces ontstaat uiteindelijk dan dit boeket. En ja, heeft het voor mij, het straalt heel veel rust uit. En het is niet alleen maar een triest boeket. Er zit ook wel hoop in, vind ik. En dat wil ik ook graag de mensen wel meegeven. Ik moet zeggen, dat schilderij is wel heel fijn om in je huis te hebben. Want wij wilden dit jaar ook met z'n allen daarheen gaan. Maar het is gewoon voor gewone mensen is het gewoon heel moeilijk om er te komen. En dan heb je, het liefst wil je het zelf zien, hè, daar, de plek. Maar dit, dan heb je toch het idee van dat je iets ervan hebt. Dus dat vinden we heel mooi dat hij dat heeft gedaan.